Ook een heel braaf echtgenoot, Nicolien. Ja, maar ik heb een gruwelijke hekel aan brave echtgenoten. Ben ik nu duidelijk geweest? Maar als we... Je zou het toch eens met me kunnen proberen. Ik zei nee, Godert. En daarbij blijft het. En sta nu alsjeblieft op dat rare gekniel. We leven niet in de middeleeuwen. En toch blijf ik hoop. Je doet maar hoor, Godert. Dag hoor. Ze wil me gewoon uitproberen. Nou, morgen zal ik haar laten zien dat ik een man ben. Hey, moet je nou wel terug? Waar is meneer Aard? Alles is misgegaan, Zwiebertje. Mis, hoe zo mis? Nou, ik zat Aard net uit te leggen wat hij moest doen toen tante opeens achter ons opdook. Die begon dadelijk te dreigen dat ze de veldwachter op Aard zou afsturen. Nou, ik had veel zin om haar in haar gezicht te zeggen hoe ik over de dacht. Maar te willen van Aard heb ik mijn kiezen op elkaar gehouden. Wat nou? Nou, ik vind nogal wat. Sst. Ga aan je werk! Ja. Ja. Heb ik Nicolien misschien even de val in de sloot geholpen? Ja. Oh, pardon. Mag ik een huis van de burgemeester? Ja. Ja. Ja, wat doe je nou opgewonden, Harriet? Waar heb je het over? Man? In je tuin? Een ordinaire kerel? Ja, maar wat deed hij? Laat achter die Colline aan. Aha. Ja, wat wil je nu van me? De veldwachter. Ja, ja, ik ga toch naar het gemeentehuis. Ja, ja, dat komt in orde. Ja, ja. Ja, Harriet, wat nog meer? Je moet niet zo hard spreken, ik kan je niet verstaan, Harriet. Een dinertje, zondagavond. Een verlovingsfeestje. Ah, dus toch. Tante wil het verlovingsfeest doorzetten, zondag. En wat nou? Ja, ik denk dat ik er maar stiekem vandoor ga, dat is het enige wat ik nog kan doen. Nee, 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 luister er niet allemaal zo overhaast. Misschien kan Broem die vriend van u nog wat te pakken. Ah, dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Je zei dat Aard er lang vandoor was. Sst, luister nou eens. Die jonker, die... Godert? Ja, ja, die papjonker, die bedoel ik. Brom heeft hem nog nooit gezien, hè? Nee, nog nooit. Hoe zou die? Mooi. Wat mooi? Niks, ik vertel u niks. Laat het maar helemaal aan mij over, vrullen. Ah, zeg nou, Zwiebertje. Nee, dat kan ik niet. Stel u voor dat uw tante ons betrapt. Dan weet ik nergens meer. Vraag weg, weet je. Oh, mijn bed, wat is het leven ingewikkeld. Oh, jongen, dan hoef je hem nog niet zo hard in mijn pak te knijpen. Het moest even. Dat was gewoon om moed te verzamelen. Oh, je bent ook een gek. Hapsen, mijn mannen keuken. Schiet op, schiet op. Doei. Hey, dame, je winkelt toch niet uit? Ik wou even graag optelefoneren, want ik heb nogal haast en het is heel belangrijk. Dus ga me nu even alleen, alsjeblieft. Ach ja, zeg maar, nou, Sjako, dan moeten we hier nog onze eigen winkel uitgedouwd worden. Wat hebben die allemaal met die papalagaai te vliegvlooien? Het is mijn papalagaai. Ja, weet ik, het is jouw papalagaai, het is jouw winkel, het is jouw telefoon, maar ik moet even bellen. Fijn, je bent nazi. Hallo? Juffrouw, mag ik even nummer 110? 100, juist. Ja, met het gemeentehuis. Luister, is misschien de veldwachter in de buurt? Ja, dan geef hem nu even gauw. Hallo? Hallo, spreek ik met die gemeente... Ik ben al met de gemeenteveldwachter. Ja, heel fijn. Ja, maar ja, ik wou even vragen, luistert u eens even, nee, het spijt me, mijn naam kan ik niet noemen, nee, anders kom ik zelf ook in gevaar, in gevaar, geen sigaar, gevaar, ja, hè, nee, een ogenblik, kijk, ik wou even vragen, ik hoorde, u zit net achter, laat me nou even uitpraten, ik bedoel, u zit net achter een vreemde particulier aan, ja. Ja, net persoon, ja. Net, tenminste, aan de buitenkant. Buitenkant, ja.
Nee, nou hoorde dat hij maar net in het bos fluisteren met een ander. Hij heeft namelijk een afspraak. Ja, een afspraak met een nicht. Een nicht? Ja, nee. Nee, een gewone nicht. Een nicht. Van de barones. Het is de baronesternicht. Ja, dat is het juist, ja. Ja, inderdaad. Hé? Waar? Ja, ogenblik. Ik moet even. Even nadenken. Nee, mevrouw. Hallo, spreek nee, mevrouw. Nee, mevrouw, we spreken nog. Ja, we spreken nog. Ja, hè? Wat zit u? Ja, nee, wacht. Ik heb het. Ja, dat is waar. Het is bij het huis. Het huis van de zwerver. Het zwerversnest heet dat ding. Ja, hoe heet die man ook weer? Piepertje. Nee. Slieper. Wieper. Nee, ook. Zwiepertje. Dat is Zwiepertje. Hoe laat? Ja. Even nadenken. Nee, juffrouw, we spreken nog. Zei je wat tegen me? Hou. Hoe laat, hè? Wacht even, hoor. 2:30. Ja, ik weet het weer. 2:30. Ja. Ja, punt. Weet ik van hoe dat heet. Ja, 2:30. Voor elkaar. Nee, meer weet ik ook niet. Kan u niet meer vertellen. Uitstekend. Dag, bro. Veld. Je kan binnen. Je kan binnenkomen. Wat is het nou? Nog steeds over het geboekte. Nog steeds over het geboekte, maar je weet van niks. Je houdt je mond, het is geheim. Nee, blijf liever gezond, alsjeblieft. Nee. Zeg, hartelijk dank. Ja. Op jou kan ik bouwen. Ja, adieu. Ja, adieu. Jongen. Is dat geen vies zaakje, Jaco? Ik ben blij dat ik er niks mee te maken heb. Beste Godert, ik had je graag vanmiddag even vertrouwelijk willen spreken. Je kent het huisje van Zwiebertje, het oude tuinhuisje achterin het bos. Kom daar om 2:30. Nicolien. Nee, wacht even. PS. PS? Ja. Verscheur dit briefje. Zo goed, Zwiep? Ja, akkoord. Uitstekend. Ik stop het vanmiddag stiekem in de jas van zijn pak. Maar ik ben helemaal niet van plan om te komen. Nee, natuurlijk niet. De tijd ben je vergeten. Laat maar op. Sst, daar komt je tante aan. Laat ons alleen, Zwiebertje. Ja, mevrouw. Oh, pardon, neemt u me wel niet kwalijk. Je doet nog wel zo stuurs tegen me, Nicolien. Maar bedenk dat oom en ik het beste met je voor hebben. Ah, jij bent nog een romantisch meisje. Maar in een huwelijk komt heel iets anders te kijken dan alleen maar romantiek. Zeker in onze kringen. Ik weet zeker dat Godert een voortreffelijke partij voor je is. Je ouders kunnen gerust zijn. En je verlovingsdag zal een hoogtepunt in je leven zijn. Denk eens even in, Nicolien. Nicoline van Kwispelstein, van Stoetharen tot Traspelaar tot Toetelaren. Is het niet verrukkelijk? En als eenmaal al die kleine stoetelwapertjes erbij te komen, dat zou toch samen zijn, Nicolien. Je handen omhoog! Je handen omhoog en heel vlug! Zeg, wat wil jij? Wat zoek jij hier, hè? Ik? Zeg, wie denk je eigenlijk wel wie je voor je hebt? Je handen omhoog. En vlug voor de derde en de laatste maal. Zeg, ik zal het mama vertellen, onbeschofte man. Ja, en ik zal het mijn opoe vertellen. Wat zoek je nou hier, hè? Bloemetjes of vlindertjes? Ik had hier een afspraak. Ah, met een kaboutertje zeker? Nee, met de freule hier. Wat zeg je? Met de freule? En dat durf jij zomaar te bekennen? Ja, daar hoef ik voor jou toch zeker geen verklaring voor af te leggen, is het wel? Nee, daar ben je mij geen antwoord voor schuldig. Maar wel iemand anders. En weet je wie? Huh? Mijn edelachtbare heer,
De burgemeester. Ha, dacht je dat? Ja. Ik ben alleen verantwoording verschuldigd aan mama, papa en de barones. Juist. Mevrouw de baronse, hè? Maar die zou wat blij wezen als ze hoort dat ik zo'n boef als jij bent te pakken heb gekregen. Mevrouw de barones? Man, je weet niet eens waar je over spreekt. Je bent me daar een brutaaltje. En nou vooruit, mee. Met jou mee? Ja. En waar naartoe, als ik vragen mag? Dat kan ik je wel vertellen. Naar een heel klein hokje. Met zulke dikke tralies voor de ramen. En een grote, stevige, ijzeren deur. Met een grendel ervoor. Zo. En nou, mee. Ja, maar waarom? Waarom? Daar kan je in dat hokje nou eens diep over nadenken. En nou voor me uit. En neem niet de benen. Want dan breek ik jouw benen. Breek ik mij? Hou je mond en zwijg. En nou vooruit. Opschieten. Zo. Ja, durf eens. Mijn handen. Ik kan mijn handen niet langer boven mijn hoofd houden. Ik krijg kramp. Oh, je handen. Ja. Doet die dan maar achter je rug, hè? Op je rug, die handen. En nou. Opschieten. Zo. Knap gedaan, veldwachter. De man zit dus veilig achter de tralies. Ja, meneer. Hey, heb je een nieuw uniform? Ja, meneer. Helemaal nieuw. Ah, en keurig. Een nieuwe pet ook, meneer. Ah. Mooi, hè? Ja, keurig. Ja, meneer. Keurig. Nou ja, wat betreft dat zaakje, ja. Meneer, och, dat was maar een heel klein karreweitje, hoor. Oh. Een jonge snotneus. Ja, ja. Maar wel een slim soort oplichtertje, ja. Begrijpt u wel? Ja. Zo'n jongetje wat denkt alles maar te kunnen ontkennen. Ja, ja, maar ja. Bij mij, oh, nee, meneer. Ja, wat ik je nog zeggen wou, confronteer het heerschap even met mijn schoonzuster. Dan hebben we helemaal zekerheid dat je de goede man te pakken hebt, hè? Ik zal mijn schoonzuster even bellen dat je komt, hè? Tot ziens. Heel lang waren. Yeah. Oh, wat ik zeggen wilde, meneer. Ja, hoe zal ik het zeggen, hè? Hij is nou zo klein, meneer. Oh, ja? Yeah. Oh. Hij eet gewoon uit mijn hand. Ja, 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 ja. Ik zal ook even mijn nichtje bellen en maak een rapport op, veldwachter. Tot de orders. Eet de lachbare. Veldwachter. Dag, meneer. Abram, jij hier? Zwiever, zeg wie ik ben. Wat? Ken jij dat heerschap ook al? Oh, een beetje oppervlakkig, anders niet. Oh, nou ja, vooruit. Die mij direct eind bij mevrouw de barones. Ogenblik. Jullie maar binnen willen komen. Juist. Deze kant. Mevrouw de barones, u arrestant. Veldwachter, is dat... Ach, mijn jongen, wat hebben ze met jou gedaan? Die stomme dorpsveldwachter heeft me beledigd en me zelfs durven opsluiten. Ja, maar is hij dan niet? Wat verdwijnt, man. Ik zal mijn zwager een boekje over je open doen. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Ik zal gauw een glas cognac voor je inschenken, mijn arme lieve jongen. Ach, wat zul je geschrokken zijn. Wacht, Nicoline is boven op haar kamer. Ik zal haar halen. Die zal je troosten. Dat is niet nodig, mevrouw. Nicoline wil ik niet meer zien. Ik pak mijn koffer en ga meteen naar huis. Maar, vondeltje, zondag, de verloving. Ik geloof me niet, mevrouw. Ik ben als een dief door het dorp opgebracht. Ik ben onsterfelijk geblameerd. Dit zal ik mama vertellen. Doe nog, Godert. Nicoline zal... Die naam die kan ik niet meer horen, mevrouw. Hier, drink uw cognac zelf maar op. Ik ga mijn koffer pakken. U leeft hier in een wildernis. Ik kan op bij mijn zwager ontbellen. Oh, zijn de toestanden. Die stomme veldwachter. Hij gooit de deur een beetje te hard dicht. Hoezo? Ik begrijp er nog steeds niks van. Wie heeft jou opgebeld of gewaarschuwd? Ik weet het, die beriddenman die wilde zijn naam niet noemen. Ja, het is misschien een soort van wraakneming van die man die we zochten. Ja, 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 dat kan. Maar wat heeft die gezegd? Nou ja, laat maar. Ja, laat maar. Mijn schoonzuster is woedend, maar die trekt wel weer bij. Het is een malle geschiedenis. Ja, en niemand begrijpt er iets van. Dat vind ik nog het mooiste. Is juffer Nicoline, is die erg verdrietig? Vrouw Nicoline? Wel, nee, die vond goud is maar een engert. Dat heeft ze me zelf verteld. Ja, zondag zou ze zich verloven. Oh ja, waarschijnlijk een klein kaboutertje die de juffer Nicoline wilde redden. Kaboutertje. Kaboutertje? Jij bent die kabouter. Ben jij die kabouter? Zitten, mensen. Zitten, mensen. Goed dat er nog kaboutertjes bestaan. Ja. Nicoline,
Ah, wat leuk, dat is helemaal niet. Toch waarschijnlijk afscheid. Ja, dank je wel. Ja, tante was niet te genieten.